Hey, jij kan thuis natuurlijk ook blijven je mening blijven geven. Ga naar onze site sbs6.nl/plus. Inmiddels is het een week geleden dat Valentina in de kwartfinale stond. De jury ging zelfs staan en applaudisseerde voor haar. We gaan nog heel even terug naar dat magische momentje. Je kon een speld horen vallen en dat werd beloond. 480 punten en kippenvel. Mijn optreden tijdens mijn eerste luisje vond ik echt super geweldig. I want you to stay. Het licht ging uit en ze ging staan en ze raakte die toon echt zo ongelooflijk goed. Iedereen had ook door, wow, dit is even een ander level. Voor mij ben jij echt superster. Het compliment wat Glennis mij gaf vond ik echt te gek. Ja, ik voelde me echt helemaal... Trust I see, can't I find in you. Ik denk dat het belangrijkste is, het is echt zo'n klein en een groot gedeelte. Dat je dus ook klein, gevoelig begint en dan echt opbouwt. En dan mag je in dat grote gedeelte ook echt uitpakken. Afgelopen keer was je zo goed dat zeg maar de jury het gevoel heeft van dit is een van onze echte favorieten. Mm-hmm. Maar de kijker nog niet volgens mij. En dat komt omdat je voor mijn gevoel nog toch te veel binnen jezelf houdt. Dus je staat helemaal te gek te zingen, maar het is niet expressief genoeg. Dus eigenlijk moet je, want dit nummer kan natuurlijk wel in. Die kan je echt in beuken en ook zeg maar fysiek iets geven. Ik denk dat ik de kijkers thuis nog meer ga proberen te overtuigen door meer van mezelf te laten zien, zodat ze op mij gaan stemmen en ik door kan gaan naar de finale. Vorige week gaf de jury haar de maximale score van 480 punten. Het publiek thuis dacht er anders over en gaf haar 300 punten, waarmee ze een middenmotor werd. Dat zit haar natuurlijk niet helemaal lekker. En vanavond wil ze bewijzen dat ze in de finale thuis hoort. Nothing else matters. Hier is Valentina! Valentina, wat een show! Hey, zag je al die lichtjes om je heen? Ik zag het, wat leuk. Had je iedereen zoiets meegegeven? Wat zeg je? Heb je iedereen zo een lichtje meegegeven? Ja, die heb ik uitgedeeld vanochtend. Nou, als we toch kijken naar de jury, dan denk ik dat je echt al heel tevreden mag zijn. Maar het is wel heel erg verdeeld. Want ja, er zijn toch twee juryleden, het zijn in dit geval de mannen, die de hendels hebben overgehaald. We beginnen met Xander. Ja, na vorige week was het bijna onmogelijk om dat überhaupt te evenaren. Was je echt briljant. Nogmaals wil ik dat even zeggen. Maar je begon wat mij betreft iets te voorzichtig. Een beetje vlak ook. En pas halverwege kwam je los en begon je echt te zingen. En vandaar dat ik mijn hendel open heb, of over heb gehaald. Je moet meer ook
ook open. Je had iets meer moeten openen. Je zong een beetje naar binnen toe. En dat voelde ik zo. En je had iets meer moeten openen. Maar zeker genoeg voor de finale. Kan je je vinden met het commentaar van Sander? Ja, heel erg leuk. Ruud. Ja, ik heb hier staan iets te gecontroleerd. Af en toe bijna tegen het schreeuwige aan. En je was heel erg bezig met netjes zijn. Laten gaan en gewoon je ding doen. Daar ben je heel goed in. Loslaten. Ja. Loslaten.